Dat was de graaitijd. Ja. Hè? Dat al die loggers uit de winterslaap werden gehaald en weer opnieuw opgebergen kalefaterd. En dat was natuurlijk het einde van die graaitijd. Dat was natuurlijk een belangrijke dag, want de haven lag dan vol met loggers, met geteerde dekken, fris geverfde stengen. En alles blonk en glom op zo'n logger. En die hele haven ruikte naar de teer. En die schippers liepen trots langs het schip, allemaal te kijken met hun kinderen hoe mooi een logger was. En die dag had ik een bepaalde naam. En dat was dus Vlaggetjesdag. En hoe is nou eigenlijk Vlaggetjesdag ontstaan? Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein. Zijn daden werden groot, zijn daden werden groot. Hij heeft gewonnen de zilveren vloot. Hij heeft gewonnen, gewonnen de zilveren vloot. Hij heeft gewonnen de zilveren vloot. Ze hebben de Hollandse vlag met al die zijvlaggen tussen de masten gehangen. En zijn collega, de schipper die ernaast lag, die dacht, goh, dat is een leuk idee, dat ga ik ook doen. En zo zijn al die 160 schippers zijn in 1947 de vlaggen gaan hijsen. Toen liep er een journalist van de Haagse Courant of de Nieuwe Haagse Krant, ze bestaan alle twee niet meer, die liep langs de haven en die maakte een verslag. En de volgende dag schreef hij in de krant: wat een feestelijke tooi op Scheveningen. Het was Vlaggetjesdag. En sinds 1947 is dus die term Vlaggetjesdag bedacht door een Haagse journalist. Is geen Scheemse term. Is Vlaggetjesdag in zwang gekomen. En sindsdien zijn we steeds van Vlaggetjesdag gaan spreken. En dat was dus de zaterdag, voordat de maandag na het weekend al die schepen, al die 160 schepen in één keer als haringvloot 's ochtends vanaf 6 uur achter elkaar uitgingen om een haringje te gaan verschalken. En die Vlaggetjesdag van toen is dus een heel andere Vlaggetjesdag van nu. Want ja, toen gingen de schepen naar Vlaggetjesdag uit. En de eerste die binnen was met de haring kreeg een prijs. En nu is eigenlijk Vlaggetjesdag een dag waarop de haring al binnen is en het begin van het haringverkoopseizoen. Nou, we zijn hier voor de kick-off van Graaitijd die deze week plaats gaat vinden naar de aanloop van de Vlaggetjesdag op zaterdag. Met de zingende zeelui die starten het mooie evenement. En de hele week hebben we mooie evenementen naar aanloop van de Vlaggetjesdag. Dinsdag hebben we leuke workshops op het programma staan. Heel Holland Bakt met Annemarie Pronk, de winnares van Heel Holland Bakt dit jaar. Ook gaan we haringen schoonmaken tijdens een workshop. Woensdag hebben we allerlei leuke activiteiten voor kinderen, leuke muziekactiviteiten. Donderdag gaan we allerlei lekkere gerechten proeven op Proef de Keizerstraat. Voor €1,50 kunnen er allerlei gerechtjes geproefd kunnen worden op de horeca gelegenheden in de straat. Vrijdag is er een prachtige singalong waar je je zangstem kan uitproberen en prachtige nummers kan gaan zingen tijdens de singalong. En op zaterdag is dan daadwerkelijk de echte Vlaggetjesdag. Met als stopact? Met als stopact de kraaien in de Keizerstraat. Zelfs in de graaitijd werden er prijzen uitgegeven wie het mooiste opgetuigd lag en wie het prachtigste opgeschilderd was. Straat voor een van onze mooie activiteiten en natuurlijk voor de Vlaggetjesdag op zaterdag.